Yo mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van My Halse Best. En vandaag hebben we een nieuwe aflevering van Rocket League. Vandaag doen we de nieuwe game mode / promo Ghostbusters. Wat de bedoeling is, zoals je ziet, je moet de bal, je moet dan denk ik een geest voorstellen, moet je bij de andere man, bij de tegenstander in een kooi, een soort kooi proberen te krijgen. Daar moet hij een paar seconden in blijven en dan heb je gescoord. Je kunt de bal erin krijgen door gewoon te voetballen, dus gewoon erin te beuken en door zo'n soort krachtpuls. Dus dat je soort van de bal opzuigt. En staat al 1-0 voor ons, dus ik vind het al een best leuke game ook. Dus. Sorry dat de afgelopen weken een beetje wisselvallig met video's ben, maar ik heb gewoon druk. Het werk en zo. Dus ja. Oké, dat was wel een hele slechte. In ieder geval, als je dit vaak wil zien, abonneer, reageer en like zeker deze video. Als je dit vaker wilt zien, laat het in de reacties achter en als je nog iets anders wilt zien, laat het ook achter in de reacties. Deel deze video met iedereen, vrienden, familie, iedereen die Rocket League leuk vindt of maak gewoon op mijn kanaal wat abonneren. Maar ik heb weer een doelpuntje gescoord dus. En ik ga weer proberen elke week te uploaden, maar ik kan het helaas niet garanderen. Maar ik ga het wel proberen. Serieus, leuk het er maar uit. Dus dat is zo heel naaien, dan ligt die bal voor je neus. Nee, dan dropt die bal voor je neus neer. En dan blijft die voor je neus. Ja. Ja. Ik kon hem hier hebben, dus ik dacht, hé, ik spring. Ik zit hier een meter boven. Ja, daar heb ik dus ook niks aan. Nice, 3-1. Dus het is een best leuke en ook makkelijke game, want je moet gewoon daar in een vak proberen te krijgen. En, om de tijd, als je ook ziet, dan schiet je en na een paar seconden staat hij gewoon random stil. Dus denk om de game te bevorderen ofzo. Net als je hem in doel in de kooi schiet, blijft hij ook vastzitten. Dat is ook het nadeel. Als jij hem zelf erin schiet, dan blijft hij ook haken. Ja, dan kun je toch al voorbij zo. En deze bal hebben ook echt een hele gare structuur. En dat bedoel ik mee, ze gaan niet snel naar beneden, dus je kunt. Het is moeilijk getimed. Vandaag doen we maar 2 potjes. Dus het gaan wel 2 goede potjes worden. Deze is niet heel leuk. Oké. Serieus. Lekker teammates. Spring nou echt weer mis. Merk het. Nice.
Kijk, dat is eigenlijk zo super. Ja, het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat je gewoon de hoog ingooit, niemand erbij kan. Een soort basketbal moet ik het eigenlijk voorstellen. Gewoon een beetje basketbal moet ik gaan doen. Basketbal moet ik gaan doen. Ook. Nou, ze heeft hem. Ja, gaat hij door het doel heen? Dat is een mooie. Hier, zit hij in het doelpunt, het doel raakt de mampen. Zet de game er wat in loop. Gaat hij maken? Ja. Dat doe je echt gewoon lekker old school. Dat is helemaal mooi. Vijf, zeven, mooi scoren. Nee. Dit potje hebben we netjes gewonnen en ik zie jullie zo bij het volgende potje. Yo mensen, welkom bij het tweede en het laatste potje van vandaag. Ik hoop dat we dit potje kunnen gaan winnen. En ik hoop dat het goed is te komen. Ja, jongen. Nee, ik ben niet gehoord. Nein. Dat vind ik niet zo goed. Toch, nee, wel. Het is down dan nog weg. Goed zo. Nice. En dat was het. Ja. Ja, lekker! 1-0. Ik heb hem niet. Nee.
Oeh, dat was een mooie. Gewoon eroverheen gesleept. Oh, die was goed. Gewoon eroverheen. Gewoon get back. Daar valt niks meer aan te doen. Jammer. Oh, een assist, serieus. Dus ik krijg nou weer een assist. Want ik was toch eerder? Ik raak hem toch eerder, dus dan is het toch voor hem een assist? Ik heb niet eens een assist trouwens. Ik sleep hem erin. Zit daar niet ook een assist? Ook assist. Jongen. Hebben een assist gegeven, goed gekregen, geen weg. Jammer. Ja, dan zegt hij, dit is een jammer. Deze hadden we gewoon kunnen hebben, alleen ja, geen boost meer. Really sad. Die klok zie je, heel die klok die aan het trippen is. Ja, bijna jong. Voor mij ook bijna jong. En ja, en ik tik hem zelf dan weer uit. Jee. En dit is een eigen doelpunt. Dus eigenlijk gebeurt het niks. Heeft de wedstrijd verlaten. Begrijpelijk. Ik zou het ook niet meer zien zitten. Zo'n vernedering. Is Sparta. Boys. Be with you. Dit was ook weer dus easy. Kom. Zijn blijft de hele grond stil liggen? Nee? Zo. Ja, denk ik niet. Denk het dus even niet. Wie van jou is. Nee, trekken. Zo. Ja. Nice, tweede winst en gewoon de beste van het potje. In ieder geval, bedankt voor het kijken naar deze nieuwe aflevering van Rocket League. Abonneer, reageer en like zeker deze video. Laat vooral een comment achter of je het vaak wilt zien en wat je wilt zien. En dan zie ik je bij de volgende video van Rocket League of iets anders. Bye.